leuk dat je weer kijkt naar deze video die ik in samenwerking maak met Bruinzeel Keukens. Vandaag sta ik in Haarlem, want ik ga een kijkje in de keuken nemen van Natasja. En ze heeft me toch een mooie keuken? Dus ik ga meteen even aanbellen. Hallo hey. Natasja, ik kom een kijkje nemen. Leuk, welkom, kom binnen. Natasja, wat een ontzettend leuk huis. Dankjewel. Ik voel me alweer helemaal thuis. Ik zie heel veel moois. En hoe zou je je interieurstijl het beste omschrijven? Ik denk dat je ziet heel veel. Dus ja. Ik hou vooral van een beetje een speelshuis met grapjes. Maar dat het wel opgeruimd is. Hè? Dus dat het wel een beetje een volwassen huis is. Met heel veel kleur. Ja, en je zegt al heel veel grapjes. Ik zie hier al heel veel mooie... mooie lampen. Ja. En nou we toch even over interieurstijl hebben. We zitten hier al bij de keuken. Ik zie een hele mooie keuken, dus ik wil even een kijkje nemen in de keuken. Prima. Wauw, wat een ontzettend mooie keuken. Dank. Lekker licht. Echt heel groot vind ik. En ik zie een uitbouw aan de serre. Dus ik ben heel benieuwd hoe deze keuken is ingedeeld. Ja, wij zijn hier 6 jaar geleden komen wonen. En toen was het een hele oude keuken zat erin. En toen dachten we, nou, het wordt tijd voor een nieuwe keuken. Dus we hebben uiteindelijk tot eigenlijk het einde van het fornuis was de keuken. En toen hebben we 2 jaar geleden hebben we opnieuw een aanbouw laten bouwen. En hebben we eigenlijk de rest van de keuken daar... Oh, wat leuk. Dus dit was gewoon de buitenmuur. Het was klopt. Dus eigenlijk... Ja. Het was een stuk kleiner. Nou, ja, eigenlijk is dat het begin van de roze muur daar was eigenlijk onze buitenmuur. Dus dat was waar zaten de openslaande deuren. Dat is ontzettend leuk. En dit eiland is er dus later bijgekomen. Ja, klopt. Dat is ook echt nieuw. Dus je hebt echt een grote open woonkeuken gecreëerd. En ik vind het echt een hele mooie keuken. Maar waar ben je nou meest trots op? Nou, ik vind het fornuis vind ik gewoon wel heel erg mooi qua uitsketcher. Maar ik ben heel erg blij met het eiland en de bar. Ja. Die daaraan vast zit. Daar heb ik in het begin echt over getwijfeld. Maar daar zitten we echt best wel veel. Ja. Dus dat vind ik gewoon een heel lekker plekje om alles ook te overzien. Als de kinderen daar aan het knutselen zijn, dan zit ik daar. En de niches. Ik ben heel blij dat we met heel veel tijd en aandacht gewoon de keuken hebben ingericht. En qua keukenstijl, ik zie een grijze keuken en een donker werkblad. Ja. Wat was daar qua inspiratie? Hoe ben je daarop gekomen? Nou, ik hou heel erg van kleur. Hè? Dus bij wijze van zou ik ook een groene keuken willen hebben of iets anders. Dat kreeg ik er niet helemaal doorheen bij thuis. Ik vind deze keuken en deze kleur, weet je, die zijn wel heel erg stoer en tijdloos in die zin. Dus ik kom daarbij ook gewoon wel met de rest van het huis lekker los met kleur en ook met de accessoires. Ja. Dus, en ik vind het een hele... Ja, ik hou ergens toch ook wel van strak. Los van alle tierenlantijntjes. Dus dat is denk ik een leuke mix. Ik vind het ook heel leuk wat je zegt, ook met stoer. Hè, die leren banden vind ik heel mooi. En toch die grijs tinten en dat zwarte accent. Ja. Dus dat maakt het wel echt een hele fijne keuken. Ja. Ik zie dat de keuken in verbinding staat met de woonkamer. Ja. En wat is de keuken voor plek voor jullie? Want je hebt een gezin van 4. Ja, 2 kindjes, een jongen en een meisje. Eigenlijk is het in de keuken, daar leven we. Daar eten we, daar... Dus maken we puzzels, we spelen er, we maken huiswerk. Ja, dus voor ons zit eigenlijk echt de centrale plek in het huis. En waar zitten jullie dan? Meeste keuken, de bar of echt hier? Ja, we zitten wel echt met de kinderen meer gewoon aan de tafel. Ja. Maar als ik zelf of aan het werk ben, zit ik eigenlijk vaak gewoon aan de bar. Nou, ik snap dat jullie hier lief zitten. Het is echt een hele fijne lichte ruimte. Ja. En nog even terugkomend op de keuken. Ik ben heel erg benieuwd waarom jullie destijds voor Bruinzeel Keukens hebben gekozen. Nou, toen wij hier 6 jaar geleden kwamen, gingen we natuurlijk op zoek naar een keuken. En Bruinzeel zit in Haarlem. Mm-hmm. Hè, dus na een zoektocht daar hebben we gewoon een aantal hele mooie keukens gezien. En we zijn heel vriendelijk geholpen. Dus uiteindelijk was de keuze snel gemaakt. Nou, het scheelt weer een eigen stad, een thuiswedstrijd. Zeker. Ja. Alle wijzigingen, dan kan je toch makkelijk even daarheen. Hè? Ja. Want je hebt toch vaak wel, of je hebt het verkeerd opgemeten, of je wilt toch nog een ander blad. Ja, dat was heel fijn dat dat om de hoek zit eigenlijk. Ja. Ja. En nu we toch aan de eettafel zitten, ik zie daar echt een hele, hele mooie wijnkoeler. En dat is wel fijn om te hebben. Ja, ja, want naast kleuren borrelen we hier ook regelmatig met vrienden. Dus dat is heel fijn dat het zo dichtbij zit. Ja. Nog even een laatste vraag. Ja. Is de keuken helemaal af of heb je nog een wens? Ik ben eigenlijk heel erg blij met hoe de keuken nu is. Ik denk dat die zeker nog wel een paar jaartjes zo mee kan. Misschien een ander blad daar op de achterkant, daar twijfel ik nog een beetje. En wat voor blad? Nou, wellicht ook iets van steen en misschien wel hetzelfde. Maar ergens vind ik het ook wel leuk dat dat juist weer anders is. Dus keuzes. Maar ik verander vaak, dus qua kleur. Dus misschien wel weer een keer een ander behangetje of een keer weer iets anders op de muur of iets dergelijks. Maar voor nu ben ik
tevreden. Je vertelde net al, jouw keuken is eigenlijk al helemaal af. Maar ja. Mocht je ooit weer een nieuwe keuken willen, Bruinzeel Keukens heeft een hele handige moodboardmaker. Dan kun je heel gemakkelijk je stijl en je wensen en de materialen. Dus dat is misschien interessant, ook voor degene die kijken. En heb je nou heel veel inspiratie vandaag gehaald uit de mooie keuken van Natasja? Check dan zeker eventjes de website van Bruinzeel Keukens voor nog meer mooie keukens. En Natasja, ik bedank voor alle mooie tips. Geen dank, leuk dat jullie er waren. Ja, heel fijn. Echt een prachtige keuken. Dank. Dus als je het ooit een keer gaat veranderen, dan kom ik graag nog eens een keertje langs. Zeker. Okay. Welkom. Nou, vanuit Haarlem, tot de volgende video. Doeg! Doeg!